Achter mij hangt een bijzonder schilderij. Een opgedoken parel, kun je wel zeggen. Het hing jarenlang in een Belgisch kasteel. En nu wordt het hier in Leiden geveld. Nou, we zien een hele belangrijke scène uit de Leidse historie. Het is de dag na het Leids ontzet, 3 oktober. Er is ontzettend veel te zien op dit schilderij. We zien natuurlijk heel centraal zien we Willem van Oranje die de loopplak afkomt. En daarbij geholpen wordt door een vazal. Daar zien we burgemeester Van der Werf. We zien het stadsbestuur. En rechtsvoor zien we een man die zojuist ter aarde is gestort met zijn hoofd op een brood. Dus dat heeft hem wel net op tijd bereikt. De vraag is in welke toestand verkeert deze man? Ja, zo heel af en toe dan doe je een ontdekking. En dit was op zichzelf vrij eenvoudig. Ik kwam via een e-mail binnen van een Belgische persoon die namens een familie een boedel moest liquideren, te gelden maken. En die is toen waarschijnlijk gaan googlen en vond een Leids veilinghuis in Leiden. En zo kwam hij bij ons terecht. Vervolgens heeft hij foto's gestuurd. En wij waren daar natuurlijk lichtelijk opgewonden over. En toen hebben wij standtepeden, hebben wij een busje gestuurd en de boel opgehaald. Wat denkt u dat het gaat opbrengen? We hebben het heel bescheiden ingeschat, 5.000 tot 8.000 euro. Maar gezien de monumentaalheid van het werk, de fijnheid, de stof en de gezichtsuitdrukkingen, de kwaliteit van het geschilderde, zou het natuurlijk eigenlijk wel enige tienduizenden euro's waard zijn. Maar wij hopen eigenlijk vooral eerst dat het zijn plek in Leiden krijgt. Er is belangstelling getoond vanuit de Lakenhal. Die komen dus kijken. Dus als ze de hoogste bieder zijn, dan is het voor iedereen toegankelijk. Maar voor nu is het belangrijk dat tijdens de kijkdagen iedereen uit Leiden die deze belangrijke scène wil zien, dat die de gelegenheid krijgt van 12 tot en met 18 juni. Waar hoopt u dat het komt te hangen? Eerlijk gezegd in de Lakenhal. Er is wel iets, er hangt wel iets in die sfeer reeds in de Lakenhal. Maar ik denk dat dit een welkome aanvulling is op hun collectie. En het is niet voor niks dat ze direct contact hebben opgenomen zodra dit online stond.